Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. De vorige vlog, zeg maar die vier dagen, hebben we even niet gevlogd. Ze had natuurlijk heel erg de ontsteking. Ik ging net na het afsluiten van de vorige vlog ging ik door mijn rug. En we waren zo'n hoopje ellende samen dat we gewoon even een paar dagen niet hebben gevlogd. Nou, zeggen de ontsteking nog steeds niet over en daar zijn we bezig. En ik zit ook nog heel leuk aan de pijnstillers. Maar we hebben een beetje ons draai gevonden in hoe we dit nu samen door moeten komen. Omdat we natuurlijk heel veel alleen zijn. Dus ik denk, ja, we willen toch wel graag gaan vloggen. Dus we gaan het gewoon weer doen. Want we vinden het gewoon te leuk om het niet te doen. Dus alles rustig aan. Ik hoop dat we er iets van kunnen maken nog. Dus we gaan het zien. En we moeten nu natuurlijk alles met de omweg doen. Dus Sarah en ik doen heel erg veel samen. Ik buk niet zo goed. Heb je weer oorpijn? Ja, dit billetje gaat zo werken. Sarah geeft elke keer alles onder in de vaatwasser aan. En ik doe het weer even opruimen. Oh ja, dat moet natuurlijk als allereerste, de speelgoed. En zo komen we er dan samen. We zijn ondertussen met Kitty en we hebben net de Candy Straw Challenge opgenomen. En nu hebben we deze hele bak met snoep. En Sarah heeft het idee dat we die helemaal leeg gaan eten. Ik denk als we dat gaan doen dat we allemaal heel veel buikpijn hebben. En voorlopig 3 jaar lang geen snoepjes meer willen eten, maar goed. Ik heb wel heel erg gelachen. De challenge lukte niet zo goed als de bedoeling was. Maar ik had gewoon als laatste. Ja, jij had wel de meeste. Die video staat als het goed is online al. Ja. Denk het wel. Dan plaats ik ergens een linkje naar die video, als dat lukt. En dan gaan we nu gewoon even lekker bank hangen. Kijk, een mooie haartjes, mop. Als je pijn doet, moet je het zeggen. Nou, dat kan ze heel goed. Oh, oké. Okay. Er zitten best wel wat knopjes in je haar. En we gaan even lekker met z'n drieën op de bank en we gaan een filmpje kijken. Mowgli. Dit is spannend, Sarah. Er komt geen woord meer uit je. Goedemiddag, het is zaterdagmiddag. Vanochtend niet gevlogd, hebben we even rustig aangedaan en ik had best wel last. Dus ja, Sarah is met Marco mee. Die zijn vader aan het ophalen bij Schiphol. En die brengen ze naar huis. En dan komen ze weer thuis. Dus ik ben even een paar uurtjes alleen. En nu even lekker aan een theetje en even rustig aan. En dan zo even wat proberen te doen. Of ik ga even slapen, dat kan ook. Ik zie het zo wel. En dat komt goed. En vanavond lekker uit eten.
Dus daar heb ik zin in. En dan hoef ik ook niet veel te doen. Om mijn haar alleen echt nog doen. Zit er echt niet. Ik heb echt nog geen zin om haar te gaan doen. Ik ben mezelf wel nuttig aan het maken. Want ondertussen is de challenge van gisteren aan het renderen. Die is geëdit en die horen jullie nu wel al gezien te kunnen hebben. Die hoort er al online te staan. Heb je niet lekker aan het eten? Wat hebben we gedaan? Ga je mij zeggen? Elke film, gewoon in elke vuur. Ja, perfect, ja. Maar dan is een hele andere film. Ja, we kunnen hier wel een vader. Draait hier nog mee. Ga naar je eten. Jan deed dat. Moet je op marktplaats kijken, dan word je doodgezuigd. Ja, maar gaat het op school? Ja? Heb je een juf of heb je een mens? Oh, is dat wel vol? Twee juffen? Allebei tegelijk. Wat is nou het tweedehands van de Rolex? €5. Een Rolex is duur. De ene juf heb je één dag en de andere juf heb je vier dagen. Nou, we hebben dus 4 en dan vind je rond de 4.000. Was je dat gewoon 4? Ik heb je geen rond. Oké. En wat heb je allemaal? Mmm. Maar die hebben ook een dezelfde. Oh, die? En wat staat? Kost die? En een? Lekker zeg. Voor 2D. Mankaart. Voor alles. Je hebt mankaart met extra. En mijn moeder kwam tot je. Ja, we gaan niet weer zo'n vies doen. Nou, wij hebben ook dat je gewoon naar 3D kunt. Ach, wat leuk. Maar die is iets voor haar geschikt. Ja. Ja, als je kijkt zie je dat zich is echt heel serieus gezicht. Ja, als je daarbij. Ja. Die mag wel lachen hoor, want je vindt het heel grappig. Goedemiddag, het is net middag. Het is zondag en wij zijn lekker rustig begonnen met de dag. Nee hoor, het is niet zondag, het is zaterdag. Oh, doen we zaterdag gewoon opnieuw? Zelfs altijd zo'n grappenmaker. En we doen rustig aan en Sarah is mij heel lief aan het helpen vandaag in huis. Dus daar ben ik echt wel heel erg blij om. En morgen gaat ze in de school. Ze is natuurlijk vorige week heel de week thuis geweest. Dus nog heel veel genieten van dat we samen zijn. Want ondanks dat de manier waarop niet leuk was, was het samen zijn natuurlijk wel weer heel erg fijn. Kijk, ik heb een kleine hulp. Ik heb de was uitgezocht. En Sarah doet het er voor mij in. Wat ben jij aan het doen? Ik was even voor de nieuwe vlog wat aan het instellen wat op ben de computer. Jij? Ja, maar vlog jij? Ja. Marcia. Ik vlog ook. Ja, wat leuk. Oh, dat is daar. Ik had wel. Kijk, dit ben ik. Ja. Oh, moet de camera wel enigszins op je gezicht houden. Ja. Want anders wordt iedereen een beetje zeeziek die dit aan het kijken is. Het is wel grappig. Ja. Goedenavond. Moet zo lachen. Onder het kopje toeval bestaat niet. Sarah en ik zijn heel de week natuurlijk samen bezig alles te doen en onszelf een beetje redden. En toen ze klein was, keek ze altijd de serie Wonder Team. Ik weet niet of iemand het kent, echt een peuterserie. Super, super schattig. En daar hadden ze altijd een liedje in. En er is één zinnetje van dat liedje altijd blijven hangen. Wij zeggen altijd, wat maakt ons sterk? Teamwerk. En heel de dag waren we dus dat al samen aan het zingen. Dus nu zal ik weer foto's en filmpjes uitzoeken. En ik kom echt precies vandaag dit filmpje tegen. Ik vind het zo'n verschrikkelijk schattig filmpje hoe ze het zingt. Ze was daar echt net 2 jaar. En ze zong nog zoveel meer schattige liedjes. Dus ik laat er nog één zien. Ik moet het gewoon even delen. Ik smelt gewoon echt helemaal weg achter mijn computer. Ik vind het zo leuk om dit weer terug te zien. Maar nu ga ik de pc uitzetten. Ik ga slapen. Morgen is Sarah weer naar school. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken.
Abonneer je even hieronder of hierna in het volgende scherm als je dat nog niet gedaan hebt. Vinden we top. Duimpjes omhoog. Vinden we natuurlijk ook helemaal top. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei!